het Duitse waddeneiland Noordernie heeft baggerbedrijf De Boer het strand opgehoogd met 250.000 kuub zand. Door de jaarlijkse afslag van zand was er van het strand slechts een kleine strook overgebleven. Naast uiteraard de veiligheid is een breder strand, ook voor het toerisme op het eiland, zeer belangrijk. De sleephopperzuiger Elbe is voor deze strandsupplentie speciaal uitgerust met een zogenaamde steekpijp. Deze zuigpijp wordt niet gesleept, maar kan diep in de zandbank gestoken worden, waardoor de Elbe efficiënt en dicht op de zandbank het zand kan opzuigen. Nadat zij is volgezogen met 1750 kubieke meter zand, vaart zij met haar lading naar de drijvende leiding. De leiding wordt gekoppeld aan het schip en vervolgens kan zij haar vracht op het strand lossen. Daar zorgen bulldozers en shovels voor de verdere verspreiding van het zand. Door een continue survey, zowel op het zuiggebied als op het strand, kan het baggerproces nauwkeurig worden gemonitord. De survey-data geeft de sleephopperzuiger real-time informatie over het baggerproces en waar zij het beste het zand kan winnen. Hierdoor kan er uiterst nauwkeurig en zorgvuldig gewerkt worden. Daarnaast is er door de peiling op het strand een actueel overzicht van de hoeveelheid aangebracht zand. Het Waddengebied is uit milieu-oogpunt zeer kwetsbaar. De jarenlange ervaring van baggerbedrijf De Boer in het Waddengebied zorgt in goede harmonie met de natuur voor een optimalisatie van het baggerproces. Hierdoor kon een duurzaam en prijstechnisch interessante oplossing gevonden worden.